Welkom allemaal bij weer een nieuwe Beard of the Week aflevering. En we zijn weer samen met Yusuf, de man die alle afleveringen voorstaat. En ik nog steeds achtersta met 67-65. Yusuf, welkom. Ja, welkom. Gaan we weer. Wat denk je ervan? Ik denk dat ik vandaag gewoon de voorsprong behoud. Behoud? Ja, tuurlijk. Oké. Ik zei 2 weken geleden dat ik je zou inhalen. Vorige week in Dito. En ze zeggen wel eens 3 maal scheepsrecht, dus ik ga het opnieuw zeggen. Het was vorige week al 3 maal scheepsrecht, dacht ik. 4 maal dan. 4 maal. 4 maal dan. Ik heb weer 5 Beard of the Weeks uitgekozen. Ja. We hebben Donnarumma, de keeper van Milan. Ja. We hebben een Soriano van Bologna. Die ken jij niet, die ken ik niet, maar ik had een video opgezocht en hij had een baard. Dus, en het is gewoon iemand die we kunnen pakken, goud. Ja, ja. We hebben Choupo-Moting, die ken je wel, denk ik. Choupo-Moting, tuurlijk. Die heeft ook een dikke baard. We hebben Andone van Galatasaray. Ja. En we hebben De Four, de Belg van Royal Antwerpen. Ja. Dat zijn er 5 baarden. We hebben nog steeds geen Beard of the Week gepakt, dus ik ben benieuwd wie die 5-puntenklapper ooit gaat halen. En ik hoop ook gelijk dat je geen 100k pack krijgt. O ja, vorige week 100k pack, misschien back-to-back. We gaan het zien. Nee. Ik heb mijn drafje gespeeld, 4 keer gewonnen. Dus dat betekent ook geen tegendoelpunt, hè? Dus misschien dat. Misschien dat iedereen zegt. Ja, Alireza, jij krijgt baarden van ons, maar we gaan het zien. De beloningen: goudspelers, premium pakket en een megapakket. Dat is wel lekker, toch? Jongen, dat is zeker lekker. Oké, ik start met de megapakket. Kom op, daar gaan we dan. Is dit dan de aflevering waarin ik jou ga inhalen? De eerste, kom op. Het is een basic kaart. Oh, Fernando. Oh. Als dit nou Andone was van Galatasaray. Ja. Ah, we zijn er nog niet. Het megapakket is groot. Hoeveel spelers zitten daarin? Een paar. Lindelöf, niet. De Marcos, niet. Nee. Selke, niet. Wat is dit? Larssonneur. Dit is er één. Dan hebben we Gray. Dat is er ook één. Ja. Venkeur telt niet. Van Aken ook niet, Pulisic ook niet. Steffen telt wel, toch? Steffen, ja. Waarmee ik nu 68-67 voor sta. Wesley Hood, telt die mee? Nee? Okay. Ik vind het gewoon, nee. Oké. Maar dit is uit jou mega, dat is best dit goed, toch? Dit is mijn mega, ja. Oké, dat was hem, hè? Oh, nee, helaas. Helaas. Uit mijn megapakketje heb ik dus 3 baarden gekregen, dus dat is wel prima. Ja, en nou heb je nou je goudspelers. En nu de grote, de goudspelers. 12 spelers, jongens. We hebben 12 punten te verdienen. Hoeveel krijg ik er? Dit is nummer 1. Het is, oh mijn god, ik dacht heel even De Four, hè. De Four is een Belg. Fellaini. Telt hij? Fellaini. Diaz niet, hè? Nee. Blas niet? Nee. Nee? Okay. Nee. Oké, Jankto niet, Omroer niet. Wat is dit? Ja, dit is toch niet normaal. Dit is wel speciaal, hè? Dit is wel speciaal en een baard. Dit is 3 punten. Copa Libertadores is een speciale kaart, vind ik. Die zijn pas uitgekomen. Ik vind eigenlijk zelf niet. Waarom deze krijgen echt vaak in packs, maar oké. Vind je? Oké. Dan houden we de Copa Libertadores op 1 punt. Dat hadden we 2 weken geleden ook gedaan. Het zijn best wel... Oké, is goed. Dan jij is nooit vaak in packs? Ik wel. Jawel, dat wel. Je krijgt heel vaak van die 64ers, 65ers. Ja. Dansville is er wel één. Dat is een 5... Oeh! Dit is wel een goede baard. Heel mooi. Oh, Gotthaus ook nog. 7 punten. Met deze pakket 7? Nee, totaal. In totaal. Oh. Uit mijn dubbele heb ik alle baarden gekregen, zie je dat? Weet en je bij waar de nieuwe. Ik bang om ben? Nou. Dat ik die zeldzaam goudpakket 2 keer krijg, heet dat die heel slechte. Dat hoop ik, want het staat nu. Dat hoop ik. 72-67 met 5 punten voorsprong voor mij. We gaan snel over naar de packs van Yusuf. Ik denk dat ik geen 5 punten ga pakken. We gaan het zien. Nou, dit was mijn draft. Nog het online moment. Ja, dat was een hele fijne. Gaat hij jou de player pack
pack gunnen, de player pack. Ik ben... Wow, Leeman ook nog. Hoe is Leeman? Ja, ik heb niet echt... Ik heb niet echt test. Oké. Okay. Omdat je alleen maar aan het aanval was natuurlijk. Ja, wel een goal tegen of zo. Ja, twee. Dat geeft niks. Maar ja. Ik ben benieuwd. Kom op, hopelijk op geen player pack. Dit kom kan op, kom op, kom op, kom op. Geen de aflevering zijn. Oh mijn god. Hey! Alirisa. Je ziet het, hè. Dit zijn twee goudspelers premium pakketten. Ah, en die goudpakketten is niet normaal. Kunnen ook nog spelers zitten. Stel je voor, ik heb uit die goudpakketten 3 punten, ben ik al safe. Dit is niet normaal. Het is me gewoon niet gegund in deze hele serie. Kijk. Oh mijn god. Nou, dan openen we de eerste. Met liefde. Hij krijgt 2 spelerspacks. Als ik hier al 1 speler krijg, ben ik al blij, hè. Oi. Hey! Daar gaan we al. Ongelooflijk. 68 punten voor Yusuf. Ja, man. Oh. Nou. 69. Wat vind je dit? Ja, die telt, die telt. Die telt. Oké, 2. Geen manager of zo? Nee, dit was het. 2 punten uit de goudpakket. Kom op, de volgende. Ja, nou heb je het naar je zin, hè? Nou heb je het naar je zin. Ja. Ah, oh, jongens. Yusuf heeft zo'n ongelofelijke. Eentje moet ik hier uithalen, kom op, man. Eentje, dat is echt lekker. Zo, hey, joh. Wat is dit? 70, ja. Brahimi telt ook mee, waarmee je het 71 maakt. En? Heinze, is dat een ba... Ja, hallo. Hey, het zit in mijn pakketten. Ja. 1 spelerspakketje krijgt hij ook nog erbij. Alsof hij al niet genoeg heeft, krijgt hij gewoon een 2-spelerspakket nog erbij van EA. Kom op. Het is hem zo hard gegund. En dan weet ik zeker dat hier ook nog een baard skippen uitkomt. Skippen. Kom op. Hier komt ook een baard uit. Het is echt... Ja! Dit is toch ongelofelijk. Oh mijn god. Deze niet. Maar deze wel. Eentje erbij weer. Die andere eigenlijk ook wel. Nee, ik vind het niet. Vind je niet? Nee. Oké, maar, hier gaan wij nu. Nou. Hoeveel staat het nu? Het staat nu gelijk. Gelijk, en dit heb ik nou voor en me. En dit heb je nog, ja. Het is ongelooflijk. Even met liefde die neuspekje openen. Zo. Kom op. Ik kap ermee. Kom op, het is een border. Dan krijgt hij ook nog een bal. Wow, wat is dat voor een flair? Ja, die flair is altijd zo. Frans, LM, Ribéry? Nee, Ribéry is weg. Nee. Die heeft wel een... Ja, hij heeft alleen niet, een sickje. Dit telt niet. Dit is een sick. Kom op, man. 72. En ik zie alweer genoeg baden voor mijn neus. Dan zeg ik dit. Dit is 6. Dit is 7. Dit is 8. Nee. Maakt niet uit. Hoeveel staat het nou verschil? Het staat nu 75-73. 75-73. Ja, 75-72. Oh mijn god. Ik dacht dat echt dit de aflevering was. Weer een border. Man. Cameroen, het is André Onana. Dit is geen baard. Dit skippen we. We gaan door. Zie je er weinig. Van Aken. Was echt is het er één? Ja, ik weet niet. Hij lacht, dus ja, ik weet niet. Hij lacht, hij heeft wel een baard. Ja, het is, ik zie de zijkantjes wel een beetje vol, toch? Ja, oké. 76. Nee, dit is zijkant. Ik vind het meer een beetje schoon bij zijn snor. Oké. Sick. Dankjewel. Cleverly. Ik weet niet, hij is een beetje blond, toch? Dus hij ziet het niet goed. Nee, je ziet het niet goed. Daarom is het ook geen baard. Ga maar door. Nee, oh mijn god. Ga maar door. Dit is er wel één, man. Ja, deze gun ik wel, ja. Oh mijn god. Nee. Oh, dit was het. Dit was je bent het. Goed weggekomen. Hoeveel staat het? Het staat 78-72 voor jou. Ja, die voorsprongen zitten nog steeds. Oh, je hebt hem weer uitgebouwd.
Ja, ik blijf het wekelijks herhalen. Je blijft het maar wekelijks herhalen, jongen. De held van de Beard of the Week, Yusuf Can Ercan. Jongen, gefeliciteerd weer. Dank Volgende week weer een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Je hebt het deze week echt goed gedaan. 2 player packs en dan nog 2 goudpakketjes. En ik kreeg ook nog zo'n 2 spelerspakket nog. Hè. Ook nog. Dat waren eigenlijk 2 baden, maar je hebt er eentje gegund. Dankjewel, jongen. Ja. En wij willen ook jullie bedanken natuurlijk voor het kijken van deze video. Vergeet jullie blauwe duimpjes niet omhoog te doen en te abonneren op het YouTube kanaal van PSV. En dan zien we jullie natuurlijk terug in een nieuwe aflevering. Yes. Ciao.